Nee! Stellingen op straat. Stellingen op straat. Met Team Dwaas. De vorige keer in Stellingen op straat heb je kunnen zien hoe Team Dwaas een intrede deed. Twee bloedmogolen die niet eens weten waar hun reet zit. Ze deden in Eindhoven de stelling Noobtube is voor mietjes. Het kwam uit dat het inderdaad niet voor mietjes is. Ja, maar dat klopt natuurlijk niet. Maar dat maakt niet zoveel uit of de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Waar wel over gecorrespondeerd kon worden, ja. Dat was de nieuwe stelling. Die stond op een poll op de website. En de nieuwe stelling is, ik wil in Skyrim wonen. Ja, dat is een beetje een aparte stelling. Want je kunt je afvragen van, hey, wil je dat wel? Draken, vuur, vieze wijven. Maar we hebben ze naar Heemskerk gestuurd. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje een plaats waar je misschien toch beter af kunt zijn in Skyrim. Ja, nou ik ben benieuwd. Team Dwaas gaat nu als een wiedeweer gaan naar Heemskerk. En ik ben benieuwd wat de mensen daar op straat vinden. Ondertussen zetten wij de studio vol rook! Yeah! Yeah! Omdat het kan! Heemskerk, 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 Heemskerk. Oh. Alsjeblieft man. Wat was de stelling? Ik wil in Skyrim wonen. Ik ook. Oh mijn god, ik wil dus echt niet in Skyrim wonen. Er is daar geen internet en geen gratis porno. Oblivion was not for me, maar Skyrim, totally awesome, yeah. Maar gast, dat Skyrim waar je het over hebt, hè? Wat kan je daar nou wel wat hier in Nederland niet kan dan? Nou, dat zou ik je even vertellen, jochie. Vroeger had je dinosaurussen in Nederland. En nu heb je draken in Skyrim. Wat wil je meer? Dinosaurussen of draken? Willen jullie in Skyrim wonen? Skyrim? Nee. Skyrim? Skyrim, ik heb geen idee. Weet je ook waar het ligt? Nee, geen idee. In Tamriel? Nou, gaan jullie lekker. Zou u in Skyrim willen wonen? Waar is dat? Tamriel. In Den Briel? Oh, dat is dialect, kennelijk. Nee, ik zou beslist niet in Zeeland willen wonen. Nee, ik hoef er niet te wonen hoor. Xbox is veel te klein om in te wonen. Ja. Wilt u in Skyrim leven? Nee, ik wil helemaal niks. Ik ga naar huis mijn eten klaarmaken en dat vind ik belangrijk. Wilt u in Skyrim uw eten klaarmaken? Nee. Terug naar de studio! Terug naar de studio. Zou jij eigenlijk in Skyrim willen wonen? Nee. Draken? Ik voel geen goud. Mooie vrouwen met mooie kleding? Nee, van die stinkkutten, want ze douchen niet. Nee. ik zou mijn telefoon missen, man. En mijn games en mijn rookmachine. Gewoon een simpele bank heb je er ook niet. Lekker waar chillen. Je lekker op kan chillen. Maar wel van het lekker ambachtelijke bier. Ja, mead. Noord mead. Maar wat is dan wel een voordeel van Skyrim? Wat een voordeel is? Ja, je hebt wel de kans om cool te doen. Geen vervuiling. Ik bedoel, je kan gewoon bloemen plukken, je kan alles opvreten, je kan beesten afslachten, je kan vette zwaarden maken. Je kan... Ja, je zit wel echt een beetje in die sfeer spreuken, van dude. Je kan fucking ridders. Krachtig worden. Ridders. Fantasie. Ik wilde vroeger een ridder worden. Ja, jouw Xbox Live tag is ook ridderd. Ja. Ik zeg, we gaan terug naar Heemskerk, naar Team Dwaas. Rookmachine go. Skyrim, wilt u daar wonen? Skyrim, waar is die Skyrim? Dat is in Tamriel. Awesome. Awesome? Ja, nee, Skyrim is awesome. Nee, ik niet. Ik wil in Skyrim wonen. Ik snap het niet. U zei dat wel een keertje met mij in een lekker hutje, lekker warm. Ja. Niet van de verkeerde kant of zo, niet dat we vallen wel op vrouwen. Nee. Met vrouwen? U valt wel op vrouwen? Nee. Nee, ik ben getrouwd, hè. Zouden jullie in Skyrim willen wonen? Lijkt me wel leuk. Wel een beetje raar, maar ook wel leuk, denk ik. Dus als het aan jullie ligt, dan kunnen we nu gelijk gaan naar Skyrim. Ja. Ik heb mijn spullen al gepakt. Ik zie jullie ongeveer over een half uur. Dan gaan we eerst naar Tamriel. Gaan we even voor een kop koffie. En dan gaan we door naar Skyrim. Hoe lijkt je dat? Oké. Ik mag nog geen koffie. Ja, maar laatst op 9gag stond zo'n plaatje van een vrouw in zo'n Skyrim bikini en zo. Dat vind ik wel geil. Ik wil Skyrim wonen. Awesome! Yeah! Ja, ik ben meer van FIFA en zo. Kan je ook in Skyrim doen? Oké. Okay. Maar mijn antwoord is nee, ik blijf hier. Skyrim, waar is dat? Skyrim, dat is in Tamriel. Duh. In Tamriel? Ik zou er wel willen wonen, ja. Ik zit sowieso te denken om naar Zuid-Limburg te gaan verhuizen.
Dat lijkt best wel op Skyrim. Je hebt draken! Fucking draken! Ja, draken zijn kut, hé. Voor mij kan je nog eens online of zo. Maar wist je dat je in Skyrim geen Skyrim kan spelen? Nee. Homo spelen Skyrim en dragen sombrero's. Dan ben ik een homo. Ik ga gewoon lekker Call of Duty spelen, weet je wel. En nu? Ik wil daar wonen, en nu? En nu ben je een winnaar. Oké, okay, nou, ik wil er wel wonen. Jij wil er wel wonen. Ja. En jij? Nou, ik... Lekker met je drietjes, in een jacuzzi, kleren uit. Zou je daar met mij willen wonen? Wanneer? Over een maandje. Kan ook. Kan ook. Awesome. Nou, dank u wel, mevrouw. Meneer? En wederom vandaag, deze keer in Heemskerk, heeft onze grote vriend Veras Vaas weer verloren met stellingen op straat. Fucking, hoe heet het dorp ook weer? Heemskerk. Hey, fucking Heemskerk! Nou nee. Terug naar de studio. Dat was Team Dwaas met stellingen op straat, met de stelling ik wil in Skyrim wonen. Het is duidelijk, Heemskerk is niet klaar voor Skyrim. Dat is de boodschap. De enige vraag die we nu nog moeten beantwoorden is, waar gaat Team Dwaas naartoe? Vorige keer hebben we dat met een pijl en boog gedaan. We dachten, dat kan makkelijker. Ik ga een blinddoek omdoen, sowieso. En ik heb een pistool. Ik laat hem al even. Ja, kan die? Ja. Links. Links! Links! Oh, kras! Oude pekela, wat de fuck is dat? Heb ik nooit van gehoord, shit. Shit, gast!